U ziet het, we zitten hier inmiddels op de bank van Jan Fransen. En als ik we zeg, dan bedoel ik natuurlijk niet alleen mezelf, eigenlijk zelfs vooral Sanjeev Sampath van Integer Vastgoed. Welkom. Dankjewel. Jij bent meerdere keren al met ons, voor ons, naar Dubai gegaan. Want daar ben jij vastgoedmakelaar in feite, hè? En ook in Nederland, maar dat bespreken we weer een andere keer. En de vorige keer heb je ons onder meer meegenomen naar een project van Danoop, hè? Dat is een projectontwikkelaar al daar. Ja, klopt. Dat was het project Oceans in Dubai. Dat zit in Maritime en dat is een super deluxe appartementencomplex. 44 hoog, met een zwembad op het dak, uitzicht op zee. En een waanzinnig project waar we 3 torens in verkoop hebben, die bijna is uitverkocht. Dat waren er 2, toch? Het waren er 2 en vanwege het succes hebben we in 2 maanden tijd 1200 units verkocht. En hebben we een 3e toren eigenlijk erbij kunnen ontwikkelen. En die is er ook al bijna uitverkocht. We hebben nog wel een aantal one of two bedroom apartments beschikbaar van Oceans. En dat hebben we vorige keer gefilmd inderdaad. Ja, fantastisch. Ja. Dat is allemaal nog online te zien, mocht u daar interesse in hebben. We gaan het nu nog wat meer hebben over deze bijzondere ontwikkelaar die heel sterk groeit ook. Hè? Dan hebben we het dus over Danoop. Vertel eens. Ja, klopt. Wij hebben een goede samenwerking met Danoop Properties. En we hebben naast Oceans hebben we een nieuw project gelaunched. Dat heet Base 101. En dat zit eigenlijk in Business Bay. Een beetje de zuidas van Dubai. De business area eigenlijk. Waar ook grote bedrijven zitten. En ja, dan willen natuurlijk de mensen die daar werken ook graag wonen. Het is heel interessant om aan te kopen voor de verhuur voor de langere termijn. Omdat het rendement daar zeer hoog is. Ik denk ongeveer aan 10% per jaar. En het is een bijzonder gebouw eigenlijk. Het wordt de hoogste woontoren van Business Bay, rond in 1 verdieping hoog, met uitzicht op Burj Khalifa. En Hemi noemt het ook wel Lange Jan, de hoogste woontoren van de wereld. Niet te vergeten dat de Base 101 heeft meer dan 40 voorzieningen in het appartementencomplex. Zo. Denk aan een infinity pool op het dak, een tennisbaan, een bowlingbaan, je hebt een golfsimulator, nou echt te veel om op te noemen. Je hoeft er eigenlijk niet meer weg als je er helemaal bent. Exact, ja klopt. En wij verkopen de appartementen fully furnished. Dat betekent dat die kant-en-klaar wordt opgeleverd, dat is inclusief de prijs. Wat heb je nog meer? Naast Base 101 hebben we ook Sport en Sport City in de verkoop. Sport is ook een appartementencomplex van Danoop, ontwikkeld door Danoop Properties. Die wordt 33 hoog, met ook een zwembad, eigenlijk een Olympisch zwembad, want het thema in Sport is sport. Ja. En we zitten eigenlijk naast de cricketstadion. Nou, in Azië is cricket heel populair. En in sport zelf heb je meer dan 60 voorzieningen. Je kan tennissen, basketballen, je hebt een renbaan, je hebt een wielrenbaan, basketbalveld, je kan snoekeren, je hebt een yoga-accommodatie. Nou, echt te veel om op te noemen. En nu heb je mij van tevoren verteld dat je ook nog een primeur hebt. Nou, daar houden wij toevallig heel erg van bij Ondernemers Lounge, dus kom maar op. Ja, zeker Maurice. We hebben een primeur. We hebben een nieuw project van Danoop Properties. Dat heet Diamonds. Diamonds. Dat wordt een woontoren, of eigenlijk 2 woontorens in Jumeirah Lake Towers. Van beide 60 verdiepingen hoog. Met 360 graden view eigenlijk over de area. Dus je kan uitkijken naar Dubai Marina of naar Jumeirah Lake Towers. Nou, wat ik persoonlijk heel mooi vind is dat het sportcenter gedesigned is door Salman Khan. Salman Khan is een bekende Bollywood acteur uit India. Ja. En het thema is Being Strong. Echt een toplocatie. Ja, en over de top gesproken, en dan bedoel ik de top van het gebouw, daar is ook iets bijzonders mee, hè? Ja, zeker. Ja, want op de top van het gebouw komt een megagrote diamant. Dubai. 1 en al luxe. Het is weer duidelijk. Wat ook interessant om te vermelden is dat de projecten waar ik het zojuist over heb gehad, bijvoorbeeld Sports in Sport City, startte de prijs eigenlijk vanaf rond 50.000 euro. Business B, Base 101, start ongeveer vanaf 300.000 euro. En Diamonds, de primeur die wij gaan launchen, die binnenkort in de verkoop komt, die start vanaf 275.000 euro. En Danoop staat er bekend om hun betaalplan. Ze hebben een heel interessante betaalplan. Ja. En je kan het appartement dus afbetalen met 1% per maand van de koopsom. Het is heel luxe, maar toch wel betaalbaar eigenlijk. En betaalbaar, hè? Dus het is niet zo zoals veel mensen vaak denken dat het alleen maar appartementen voor miljoenen zijn. Ah, die hebben we ook, maar we hebben ook betaalbare appartementen. Ja. Ja. Nou, ik wil je hartelijk danken voor je aanwezigheid hier vandaag. We spreken spoedig weer verder met elkaar. En tegen u zeg ik, wilt u er nou meer over weten? Of bijvoorbeeld naar een roadshow of met Sanjeev mee naar Dubai. Dat kan ook, dan leidt hij u graag persoonlijk rond. Dan gaat u even naar onze website en dan komt u terecht bij Sanjeev en zijn collega's. Hartelijk dank.